Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, eenmalig vanaf een andere locatie. Je herkent het waarschijnlijk al. We zijn vanaf de jeugdkant van de Hertgang, waar vanaf we gaan napraten over het afgelopen weekend. Ajax versloeg Feyenoord. Dus de ontknoping in de Eredivisie kan nog wel eens heel spannend gaan worden. PSV pakte gewoon haar punten tegen Sparta. Daar gaan we ook op terugblikken. En dat doen we met de gast van vandaag, Tommy van der Leegte, oud-PSV'er. Welkom. Voor de mensen die Tommy niet kennen, kijk even mee. Dit zijn beelden van Tommy van der Leegte. Weet jij nog wanneer dat is, Tommy? Ja, ik weet het nog precies, ja. Ja. Dat is tegen NAC. Ja. De bal komt diep en ik krijg hem met geluk voor de voeten en ik lop hem over een speler heen. Met geluk nog wel. Dat was de 4-1 volgens mij. Ja, was volgens mij jouw enige doelpunt bij PSV. Ja, mijn enige, dat klopt. En ik wist van gekheid niet wat ik moest doen. En, je wist niet eens hoe je moest juichen. Ik wist niet waar ik heen moest lopen en Wouters hield mij volgens mij tegen. Ja, wat een jonkie zeg. Ja. Hoe oud was je daar? Ja, net 17. Of net 17, ja, ja. Half 17. Ja. Ja. Jij debuteerde ook heel vroeg, ja, bij PSV. Ja, ja, ja. Want wij zitten nu aan de jeugdkant van PSV, waar er wordt getraind normaal gesproken door de jeugdteams. Hoe vaak ben je hier geweest? Nou, ik ben om 11 naar PSV gegaan. Ja. En wij trainen eerst op Tegenbos. En uiteindelijk is alles zeg maar hierheen gegaan. En ik was toen denk ik een jaar of 15. Dus ik heb hier twee jaar met de jeugd nog getraind. En toen ben ik al naar het eerste gegaan. Ja, toen ben je naar de andere kant gegaan. Ja. Dat zag er toen ook nog anders uit. Ja, andere kantine. Ja, alles is anders, ja. Zat je tussen de supporters gewoon in te lunchen. Het was een simpele kantine. Had ook zijn charme, was ook gezellig. Ja. Maar ja, nu ken je het allemaal niet meer terug. Het is natuurlijk allemaal veel luxer geworden en een hele andere tijd natuurlijk. Maar als je het zo de omgeving ziet, snap je dat heel veel mensen zeggen, ja, lekkere omgeving, warme omgeving. Nee, super is het hier. In de bossen, alles aanwezig. Ja, voor de jeugd en voor het eerste elftal is het natuurlijk perfect om te trainen en om elke dag heen te gaan. Ja, dit was een fijne plek om je lekker voor te bereiden op je wedstrijden. Ja, ja, super. Ja, goed, we gaan straks verder praten met Tommy van der Leegte. Er werd niet getraind vanochtend, maar er was wel veel ander nieuws. Kijk even mee. De selectie van Philippe Cocu heeft vandaag een rustdag. Na de zege op Sparta traint de ploeg dinsdag nog in een openbare training. Woensdag gaan de poorten van de Hertgang dicht. Dan zijn de laatste voorbereidingen aan de gang voor het belangrijke duel tegen FC Twente. Donderdagavond in Enschede. De KNVB heeft PSV vandaag laten weten dat er geen sprake is van verplaatsing van het duel PSV-Ajax op zondag 23 april. In de ochtendkranten vandaag werd eerder nog aangegeven dat de voetbalbond wel open zou staan voor verplaatsing van die wedstrijd. En tot slot nog het PSV-museum. Daar is vanaf deze week de expositie Brazilianen bij PSV te zien. Kijk voor meer informatie op psv.nl. Ja, Tommy, even in zijn algemeenheid terugblikken op het afgelopen weekend. Was het een bizar weekend? En dat bedoel ik niet persoonlijk. Nee, ja. Ik heb zelf een zwaar weekend gehad. Hoor je wel aan mijn stem. Kan je goed horen. Nee, ja, goed, in de Eredivisie. PSV moest de plicht gewoon doen en winnen bij Sparta hebben ze gedaan. Ja. En ik had zelf ook gespeeld dat Ajax met 3-0, 4-0 zou winnen van Feyenoord. Ja. En uiteindelijk had het makkelijk kunnen worden. Dat denk ik wel 5-6-0 kunnen zijn. Maar ik denk dat Ajax Feyenoord natuurlijk helemaal overklast heeft. En Feyenoord had echt niks te vertellen in de arena. Ja, en PSV pakt dan gewoon de punten tegen Sparta. Ja, die moesten ze gewoon winnen en dat hebben ze gewoon degelijk gedaan. En gewoon een simpele 2-0 en klaar. Het gaat nu alleen om de punten en zorgen dat ze bijblijven. Maar je weet gewoon niet wat er kan gebeuren. Ja, want kijk je nu naar de punten, dan is het verschil tussen Feyenoord en PSV is dan nog maar 5 punten. Tussen Feyenoord en Ajax is dan nog maar 3. Ja. Daar kunnen toch hele gekke dingen nog gaan gebeuren. Ik denk ook dat er nog hele gekke dingen gaan gebeuren. En ik denk ook dat het op de laatste dag pas beslist wordt. Ja, en ik sluit PSV gewoon niet uit. Nee? Nee. PSV-Ajax komt nog. En PSV is in die wedstrijden over het algemeen altijd gewoon sterk. En verwacht ik wel dit, hè. Vaak winnen ze. Ja, en als ze dat nu gaan doen, dan Feyenoord moet, hè. En die zijn 20 jaar kampioen geworden. Dus dat gaat toch in de kopjes zitten. Ja, is dat de kampioensdruk? Ja, je hebt vorig jaar gezien bij Ajax. Nou, we gaan het allemaal volgen. Nog 6 wedstrijden te gaan in de Eredivisie. PSV deed in ieder geval afgelopen weekend goede zaken. Het won van Sparta. PSV had het eigenlijk alleen in de openingsfase lastig met Sparta. We startten niet goed. We kwamen een beetje onder druk te staan. En,
En dan scoor je eigenlijk uit een doodspel met. Ik nam hem een beetje ongelukkig aan en bal zei het heel raar. Ik dacht, ja, ja, niet nadenken, gewoon uithalen. En vliegt het gek in. Dat was na ruim 20 minuten. Vlak voor rust nam PSV in feite al een voorschot op de zege. Na goed doorzetten maakte Marco van Ginkel alweer zijn vijfde van het seizoen. De tweede helft hadden we de score wat uit moeten breiden, maar niet gedaan. Ik had de tweede helft nog 3 goede kansen. Vrije trap, met mijn trap. Ja, ik ging al op goal natuurlijk, maar ik denk dat ik hem meer uit kon halen. En de bal op de paal natuurlijk. 1-1 tegen de keeper. Maar die goal had sowieso niet geteld door een black-out van het arbitrale trio. De kans van Locadia ontstond immers na een foute terugspeelbal van de thuisploeg, waardoor van buitenspel geen sprake kan zijn. In blessuretijd zou PSV de andere paal ook nog een keer raken, waardoor de score hoger had kunnen uitvallen. Maar de punten in ieder geval wel mee naar Eindhoven gingen. PSV wint dus met 2-0 bij Sparta. Had je het gevoel dat het eenvoudig ging bij PSV? Ja, jawel. Ik denk, ja, als je de selectie alleen al bekijkt, dan moet PSV daar gewoon winnen, wat ik net ook zei. En ik denk ook dat ze komen de eerste helft, scoren ze 2 keer en dan zie je gewoon dat het klaar is. En dan hebben ze uiteindelijk kans op meer. Ja. Maar goed, dat is dan... Dat is dan ook tegelijkertijd het kritiekpunt een beetje van Cocu. Die zegt, ik kan eigenlijk niet anders dan tevreden zijn. Maar ja, je zou het scoreverloop nog wel wat anders uit hebben kunnen laten zien. Nou, je weet nooit. Hè? Kijk, staan qua doelsaldo ver achter. Maar het kan natuurlijk aan het einde van de race kan natuurlijk wel bepalend worden. En dan ga je terugkijken naar de kansen die je allemaal gemist hebben. En dan is het natuurlijk doodzonde. In de vooruitblik werd ook een beetje gerefereerd aan die 3-1 nederlaag in de beker. De uitschakeling van PSV. Zag jij een ander PSV afgelopen weekend? Jawel, tuurlijk. Die beseffen ook van de volgende dag is Ajax Feyenoord. Er worden hoe dan ook bij 1-2 worden punten verspeeld. Ja. Dus we moeten gewoon. En we moeten gewoon winnen. En dan zie je gewoon een degelijk PSV. En die het gewoon snel afmaakt en dan zitten 3 punten gewoon in de tas. Maar blijkt uit jouw woorden een beetje, dat zit hem dan in instellingen en bijvoorbeeld niet qua formatie? Ik denk gewoon, als je zo'n sterk selectie hebt als PSV, dan maakt het eigenlijk niet uit wie er speelt. Nee. Uiteindelijk gaat het dan om instelling. Maar... En soms is het niet te verklaren dat ze voor de beker er niet zijn en nu in één keer wel. Ja, zeg maar wat aan ligt. Ik weet het ook, ik heb het zelf ook meegemaakt. Tegen bijvoorbeeld als je met een NAC tegen PSV speelt, is iedereen speelt een 8-9 en de week erop speel je Excelsior uit. En dan staan we er al lijken of het niet meer kunnen, weet je wel. Dus ja, ik weet niet waar het aan ligt. Nee, zou het nog iets te maken hebben ook met bijvoorbeeld spelers als Van Ginkel en Siem de Jong die belangrijk zijn, ook de laatste weken voor PSV? Ze hebben diepgang, ze hebben scoringsvermogen. Ja, dat zag je ook tegen Sparta weer, hè? Veel diepgang en Marco en van Ginkel. En dan heb je gewoon nodig in de ploeg en je ziet toch Van Ginkel komt en hij maakt toch weer zijn doelpunten. En hetzelfde met Siem de Jong. In het begin als iedereen kreeg volop kritiek, maar die jongen heeft 2 jaar niet gevoetbald. En uiteindelijk zie je toch weer, zijn kwaliteit komt toch naar boven, staat vaak op de goede plek. En scoort toch eens een doelpunten. Ja, zonder op de plek van de technisch directeur te gaan zitten. Maar dat zijn jongens die je moet behouden voor volgend seizoen. Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat je... Ik vind op dit moment ook dat je veel dezelfde soort spelers hebt. Ik denk ook wel dat er aan de zijkant wel iets bij mag komen. Ja. Qua snelheid, qua acties. Soms zijn natuurlijk wel een paar jongens die de club verlaten hebben. Maar daar staat bijvoorbeeld wel een Bergwijn. Maar die vind klopt. Jij dan nog te licht? Of? Ja, weet ik niet. In het begin heeft hij natuurlijk veel meer minuten gemaakt als de laatste tijd. Maar ik denk wel een jongen met potentie die er kan komen. Ja, absoluut. Ja. En Pereiro heb je natuurlijk altijd nog voor die flank. Ja, maar dat vind ik ook... Gaat ook vaak aan het midden. Heeft ook niet echt de snelheid om continu buiten om te gaan. Dat had je natuurlijk met Narsing wel. Mm-hmm. En die is natuurlijk weggegaan. En we zagen Locadia natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Die jongen is lang uit geweest. Absoluut, die is lang uit geweest. Dus voor hem is het alleen maar mooi dat hij ook eens een doelpuntje meepakt. En dan komt de rest komt ook wel vanzelf weer terug. Ja, ja. Maar zie jij dat hij echt meerwaarde heeft in zo'n wedstrijd als zaterdag? Ja, natuurlijk. Die jongen is sterk in de balsnelheid. Hij heeft eigenlijk alles. Scorend vermogen. Ja. En dat het nou weer terugkomt met een doelpunt is voor hem alleen maar mooi. Gretig is hij ook vooral. Ja, alles gericht op ja, het doel. Ja, dat geloof ik wel. Als je zo lang uit bent geweest. Ja. Hij heeft ook verteld dat het een hele zware periode in zijn leven is geweest. Nou, dan zie je ook dat die jongen gewoon maandenlang gruwelijk heeft zitten balen. En dan, als je dan terug bent, dan wil je natuurlijk alles laten zien weer, wat je kan. En dat doet hij op dit moment weer. Ja, werden geen risico's genomen afgelopen weekend met Guardado. Jorrit Hendrik staat dan op die plek. Veel lof voor hem ook. Ja, absoluut. Bedankte de fans met het weggooien van de shirtje richting de supporters als bedankje. Terecht dat hij zoveel lof kreeg afgelopen zaterdag. Ja, absoluut. En ook natuurlijk in het begin van het seizoen was hij de beste man bij PSV. Mm-hmm. Raakt geblesseerd en daarna is hij zijn basisplaats weer kwijt. En dat vind ik zonde van zo'n jongen. Die jongen komt uit de eigen jeugd.
is gewoon, die maakte een hartstikke goede periode op PSV mee. Hè? Toen hij speelde, ik denk nou eindelijk weer een jeugdspeler doorgebroken. Ja. Maar dan gebeurt er weer iets en dan is hij weer fit. En dan moet hij toch wel op de bank plaatsnemen. Dat vind ik zonde. Hebben ze wel een verschil in speelstijl? Ja, ik denk bijvoorbeeld Jorrit Hendricks iets meer diepgang in zijn spel heeft. Of? Ja, Jorrit heeft eigenlijk ook alles. Hij heeft diepgang, sterk in de bal, sterk in de duels. Scoringsvermogen mag iets meer. Ja. Maar voor de rest, ja, het is gewoon een jongen die door kan groeien. En waar je over 2-3 jaar gewoon denk toch een leuk bedrag voor kan krijgen. Maar dan moet hij wel voetballen. Goed, Tommy van der Leegte is enthousiast over Jorrit Hendricks. We gaan even kijken wat er vanochtend werd gezegd en geschreven tijdens het krantenoverzicht met algemeen directeur Toon Gerbrands. Ja, als je de kranten van vandaag weer ziet, het gaat ook over de wedstrijd Ajax Feyenoord met name. Wat is een gunstige uitslag, werd er allemaal gespeculeerd van tevoren. Philip Cocu riep, als je eruit gaat van de titelkansen, dan hoort Ajax te winnen. Nou ja, nu begint het spel echt. Wij staan op 2 punten van Ajax. Ajax staat op 3 punten van Feyenoord. Dus het wordt een interessante periode nu. En ja, volgens mij is er in deze periode heel veel mogelijk. Ook omdat de druk links en rechts volgens mij gaat toenemen overal. Het is zeker het leuke van het spelletje, want ik heb zelf nu een paar keer meegemaakt als directeur. Bij AZ een periode, maar ook bij PSV en met name vorig jaar. Je ziet dan dat toch al aparte dingen kunnen gebeuren. Maar goed, wij zullen één ding zelf moeten doen, wel alles winnen. Want wij kunnen ons niet al te veel permitteren in deze titelrace. Ja, je merkt toch dat het overal wel een beetje begint te kriebelen, hè? Nee, dat is wel leuk, hè? Dus wat ik net zei, het wordt op de laatste dag beslist, denk ik. Ja. En je hebt uiteindelijk, je hebt eerder een paar of weken terug dacht je van het kampioenschap is voorbij. Maar ja, nu blijkt er weer dat het niet zo is. En dat is toch leuk. Ik ben echt benieuwd. Hey, we hebben een dubbel programma deze week. Dat betekent dat PSV donderdag bijvoorbeeld al tegen Twente speelt, uit. Kan jij nog een legendarische wedstrijd herinneren met Twente of met PSV tegen Twente? Ik zelf, ja? Waar ik zelf aan mee heb gedaan. Ja? Ja, dus je hebt allebei gespeeld. Dus de bekerfinale natuurlijk. Ja. Ik weet niet of je daarop doelt. Maar... Nee, daar doelen we niet op. In het kader van die wedstrijd van komende donderdag, Twente-PSV, kijken we heel even terug naar het jaar 2000. In het seizoen 2000-2001 met Tommy van der Leegte bij Twente tegen PSV. De Witte onder de bal door. Die bal was nu voor Van Bommel. Andermaal Van Bommel, Heinze. Kolka, forse overtreding op Kolka. Voordeel gegeven, uitstekend door scheidsrechter Ruud Bossen. En wordt dat voordeel uitbetaald? De kans was er in elk geval wel. Een kans voor Dennis Rommedaal. Uitstekende arbitrage. PSV dicteert de wedstrijd. De Jong niet, Ramsey. En ja, de goal kon je voelen aankomen. Moest een keer gebeuren, het is nu een feit. Hulshoff. Ziet dat de organisatie van PSV weer staat. Van der Leegte, Piqué aan de linkerkant, Van der Leegte zelf, Waterhuis, ik zal hem maar pakken. Piqué, is te simpel. Dat is knap gedaan van Rommedaal, die de bal in de ploeg houdt op deze manier. Vogel, beentje weggetikt door Van der Leegte. Die er nog een boze blik heeft ook. Tja, je moet toch brutaal zijn. Rommedaal. Ja, op snelheid voorbij Piqué. En dan komt die bal nog zowat in het doel ook. Van der Laan met de aanloop in een poging Vennegoor of Hesseling te bereiken. Hé, een kans is er waar. En bijna ook een treffer. Het is Van der Leegte die een onverwachte mogelijkheid krijgt. Bosker de bal kwijt. Slecht weggewerkt door El Brazi. Dan is het geen buitenspel voor Kolka. Nou, dan zou ik hem maar maken als ik jou was. Want dan is het 2-0. En zo'n kans krijg je niet weer. Ja, beelden uit het jaar 2000. Toen won PSV dus wel bij Twente met 2-0. En ik zag een beetje een irritant ventje rondlopen daar. Dat ben ik eigenlijk al mijn carrière geweest. Wat riep jij daar tegen die speler? Weet je dat nog? Ik kon me heel die wedstrijd niet meer herinneren. Ja. Dus ik weet niet wat ik geroepen heb. Je wist niet eens of jij nou meespeelde of niet. Ik weet wel altijd de wedstrijden tegen PSV. Ik heb natuurlijk samen met Van Bommel bij Jong Oranje gezeten. Ja. Onder 18 en noem maar op. Dus er waren altijd wel hele felle duels. En
ja, dat ging er wel volop. En, ja. Ook als de bal of die niet in de buurt was, dan kon Van Bommel ook wel eens een tikje of even een tikje geven. Ja. Maar het ging verder dan het fysieke, want het was ook een beetje trash talk volgens mij af en toe. Als, ja, daar kwam alles, alles kwam voorbij eigenlijk. En ja, dat is ook wel wel leuk. En daarna geef je elkaar een hand en dan is het weer vergeven en vergeten. En ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja, maar werkte dat als je af en toe even, even wat riep tegen iemand, tegen een speler? Ja, ik weet niet. Er is een emotie gebeurd dat en achteraf, nou dit weet ik al helemaal niet meer wat ik gezegd heb. Nee. Maar ik denk na een wedstrijd ook al niet meer. Dat gebeurt gewoon en ja, dat ben je ook snel weer vergeten. Ja. Jij komt uit een generatie met volgens mij ook zenden van de doelen. Ja, ja. Cocu heb je als het goed is nog meegespeeld. Ja, wat was dat voor een generatie? Nou, Björn, ik en Boudewijn die kwamen bij de selectie. En dan had je natuurlijk namen als Wouters, Vink, Menzo, Ronaldo, Niels, Numan, Meijer, noem maar op. Een beetje een oude garde ook. En, voelde je one of the guys toen? Nee, als jongen, die komt bij een selectie en dan kijk je er zo tegenop. En, ja. Dat is natuurlijk prachtig om mee te maken. En uiteindelijk raak je eraan gewend. Maar de eerste maanden kijk je echt je ogen uit. En dan heb je elke dag bijna zenuwachtig niet, maar heb je wel kriebels dat je naar de training gaat. En dat is natuurlijk ook wel het mooie eraan, want op een gegeven moment wordt het dan een beetje normaal. Ja, maar vangen die gasten je dan goed op? Ja, Numan was in die tijd volgens mij al aanvoerder, maar die was wel heel erg naar die jonge jongens toe. En, die heeft me wel echt op sleeptouw genomen en we hadden natuurlijk ook veel aan elkaar. We zaten ook met Hoekstra, met Kerry, Playfair, Promillon, noem maar op. Dus we hadden ook wel net de spelers die net een aantal jaren ouder waren, dus ze hadden ook veel aan. Ja. Maar Numan die was er wel heel, heel goed en daar heb ik ook nog steeds contact mee. En dat is dan ook wel weer leuk. Ja. Jij zei anderhalf jaar geleden, toen zat je bij ons op de bank, en toen vroeg ik aan jou, ga je ooit nog de voetballerij in? Toen zei je, geen voetballerij meer van mij, maar zeg nooit nooit. Hoe sta je daar nu in? Eigenlijk nog hetzelfde. Dus, volgens mij heb ik terug gezegd dat ik af en toe mijn zoontjes training geef. Ja. En daar houdt het eigenlijk bij op. En ik ga graag kijken en ik volg het allemaal nog. Maar nee, je zult me hier niet meer op de hertgang vinden, denk ik. Nee? Nee. Nu sluit je het helemaal uit. Toen zei je, zeg nooit nooit. Nu sluit je het echt helemaal uit. Ja, ik sluit het helemaal uit. Ja. Hoop van alles in die anderhalf jaar. Nee, het kriebelt niet en ik heb daar... Nee, daar ligt mijn passie niet. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, heel mijn carrière. En ik heb er een punt achter gezet. En dan ga ik ook niet... Ja, ik wil gewoon niet meer terugkeren in de voetballerij. Kijk, duidelijke taal van Tommy van der Leegte. We gaan even kijken wat er morgen in PSV TV zit. Morgen is het IJslandse talent van Jong PSV te gast, Albert Gudmundsson. Ja, morgen dus Albert Gudmundsson, speler uit IJsland. IJslandse spelers, is dat een beetje, heeft dat een beetje kaliber? Nou, ik heb Uyde Gudjonsson meegemaakt, dus die zat eigenlijk ook in die lichting. Of die kwam een jaar later, zeg maar. En die dat was natuurlijk een talentvolle speler en die is heel erg geblesseerd geraakt. En die is toen via tweede divisie in Engeland is die weer helemaal teruggekomen. Ja, zijn carrière is bekend. Ja. Maar die, ik moet zeggen, ik ken toch een aantal IJslandse spelers. Allemaal wel talentvol en goede spelers, ja. Ja, en ze hebben en leuke gasten. Goed nationaal team ook. En Gudmundsson zelf heeft overgrootvader en een grootvader die ook op hoog niveau hebben gevoetbald. Nou, daarover dus morgen meer. Bedankt voor je komst naar een beetje geïmproviseerde studio vanaf de hergang. Leuk dat je er was. En als je dan nog eens op de hertgang komt, dan kom je gewoon bij ons zitten. Absoluut. Dus je hoeft niet voor de voetballerij, maar dan kom je gewoon voor ons. Helemaal goed. Lekker analyseren. Dankjewel. U bedankt voor het kijken. Heel graag tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.